1828 was dit gebouw klaar. Maar nu wil het geval dat in de Tweede Wereldoorlog is dit ding volledig plat gegaan. Er was eigenlijk niets van over. En de vraag was dus, moeten we een nieuwe Elisenbrunnen bouwen? Ja, dat vonden ze toch wel. En ze dachten, dat moest een beetje in moderne stijl gedaan worden. En laat nu een van de grootste modernistische architecten, namelijk Mies van der Rohe, geboortig zijn uit Aken. En die bracht een bezoekje aan Aken toen ze debatteerden of dit opnieuw gebouwd moest worden. En toen hadden ze al besloten dat eigenlijk maar niet te doen. En zei Mies van der Rohe, let op, dit is een van de meest modernistische architecten die er zijn. Die zei, nee, we gaan precies herbouwen wat er stond. Hier is niets ouds aan, maar het is volledig in overeenstemming met wat het was. Het siert Mies van der Rohe. Het toont aan dat hij een hart heeft en dat hij mooie gevoelens had, sentimentele gevoelens, dat hij zei, nee, het moet precies dat gebouwtje zijn waaraan ik in mijn jeugd voorbij fietste. Ik weet niet of hij fietsen kon, maar daar ga ik er even vanuit dat hij er voorbij fietste. En ik vind dat wel aardig.